mensen, welkom weer terug bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Ian en vandaag gaan wij een Minecraft Survivor doen met roleplay. Nou, en ik heb ook een speciale gast hier. Waarmee we deze survival, of ja, die mij, in de survival zal vrijgezellen. Nou, laat je horen voor... De roleplay, of ja, de survival. Ja, yay! Ik had het eigenlijk over je naam, Dex. Oh, Dex. Ja. Ik ben Dex. Hallo. Ik ben Lake Blades. Dex. Ja, oké. Okay. Zijn kanaal staat bij elke aflevering in de linkje in de beschrijving. En heb je ook een... hoe heet dat? TikTok? Ja. Dan zet ik die ook in de beschrijving. Yay. Nou... Hier gaan we. Ja, laten we gelijk gaan beginnen. Ja, gewoon even. Gewoon survivalen. Dan zien we wel wat dit ons allemaal zal brengen. Want voor de duidelijkheid, we zitten in een normale survival wereld. En ik heb een seed doorgekregen van een vriend van me. En die zei dat er wel rare dingen gebeurden. Of... ja, roleplay-achtige dingen gebeurden. Dat is vreemd. Ja. Dus ik heb maar even een servertje opgestart met zo'n wereld erin. Met zijn seed, maar... oh. En dan zien we wel wat dit ons zou brengen. Ja, ik ben benieuwd. Ja. We moeten wel snel een huisje gaan maken, want... het gaat wel donker worden. Ja. Oh ja. Oh, hier is een cave. Ik maak een crafting. Dus ja. Wat? Oh ja. Doe jij anders nog de bommen hakken? Doe ik nog even tools voor ons maken. Wacht, ik ga... dit zijn allemaal schapen. Ik ga ze even killen. Even. Schep. Ik heb tools voor je. Oh, ik heb net... ik heb net de crafting table gemaakt. Ik heb net tools voor je gemaakt. Hier. Thanks. Ik heb geen zwaard meegegeven, omdat ja, ik ben echt iets van de... ja, ik heb net een zwaard gemaakt. Oh, ja. Dus ja. Is ook al liggen dan. Bam. Waar is mijn crafting? Oh, hier. Hier zit wel heel erg veel gras, hè. Oké. Okay. Ik ga beginnen met bomen hakken en dan even een huisje voor ons tweeën maken. Nee. Wat vind jij eigenlijk het leukste aan Minecraft Survival? Of vind je dat niet leuk? Of ja, wat denk je? Nou, ik vind het eigenlijk ja, gewoon het avontuur dat je beleeft. Nou, bijvoorbeeld in caves gaan en zo. Dat vind je allemaal leuk aan survival. Ja, en wat denken jullie over survival? Ja, laat dat achter in de comments. Kunnen we wel zien. Ja. Of plaats een reactie in mijn TikTok video's die eraan gaan komen. Of ja, er zijn al heel veel TikTok video's. Met in onder andere, zombie valt me aan die in brand staat. Onderaan. Ik vraag jullie het nogmaals, ik heb het al een video om TikTok gezet. Kunnen jullie het alsjeblieft controleren op die ene video? Wanneer ik zo doe. Dat die ook daadwerkelijk 120 views heeft. Want ik word daar heel de tijd gek van. Ik weet niet ik weet bijna niet hoe het algoritme van TikTok überhaupt in elkaar zit. Of als TikTok überhaupt een algoritme heeft. Kan ook. Maar ja,
Dan moeten we nog even gaan. Gaan we hier ons tijdelijk huisje bouwen? Ik had eigenlijk. Oh, ik had hier. Nee, hier. Oh, dat zou wel kunnen. Ik ga even een beetje minen. Oké, is goed. Nou, Dexy gaat lekker even in een mine gaan minen. Of ja, in een cave. Ik ga al ons nieuwe huisje maken. Waarom staat die schaap? Weg. Hoeven niet zo'n groot huis, toch? Nee. Niet zo. Mag maar. Ik denk dat het gewoon een beetje een tijdelijk huis gaat zijn. Ja, dat maken we wel een beetje een klein huis. Niet groot, maar ook niet echt klein. Zal wat zijn, hè, dat je mij gewoon vertrouwt om een huis te maken. En dat ik gewoon een 1x1 huis ga maken. Oh. Zie je nu al voor me? Iemand gaat me vertrouwen en ik maak een 1x1 huis. Terwijl hij me even diamonds heeft gegeven. Oh. Ja, dan geef ik je $10.000. Hé, hey, maak even een huis voor me. Ik dacht ik een 1x1 huis. Ja, eigenlijk wel. Ik ga eigenlijk gewoon dood omdat ik de hele tijd van die pilaren val. Of we moeten wel vanaf vallen. Trouwens jongens, wat jullie nu horen, dit is geen copyright muziek. Anders had ik het gelijk uit de video gedaan, want ik wil geen copyright hebben op mijn video's. Want dat is shit. Ik heb een sapling. Nog meer, hup. Nu hebben we, kijk wat we nu hebben. Ja, dit is heel mooi als we nieuwe bouwwerken gaan maken. En dit is onze opslag crafting tables. Ja. Zie je opslag? Je ziet ook daar een soort van lintje, hè? Lintje die aan elkaar zit verbonden. Dat die niet gaat losraken, hè? Zie je dat lintje? Oh god. Ik zie hier zeker dat lintje. Ik weet nog niet als je het lintje ziet of als je iets anders ziet wat je het lintje noemt. Stiks. Zullen we anders de muren gaan maken van dinges? Hoe heet dat? Steen. Kijk. Oh, thanks. Had je ook een shovel meegegeven of dat? Oh, hier. Yeah. Sorry, ik heb hem. Ja. Zag de shovel niet. Dank. Kunnen we even de muur van steen gaan maken? En we spannen in acacia. Dat is ook wel fijn. Of ja. Ja. Ik weet niet als jij dat echt fijn vindt, maar ik vind acacia wel de leukste biome. Niet de mooiste biome, maar wel het leukste. Ik vind Want daar regent niet. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Want in acacia regent het gewoon niet, hè? Net zoals in de desert. Ja, dat is wel. Gewoon een levende desert is acacia gewoon, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat is twee bestjes maakt. Hier ga ik een deur maken, hè? Ik moet eigenlijk alvast de frame hebben. Ja. Ik heb al een klein beginnetje. Moet wel even hout nog hebben. Ja, dank je. Zo. Hup, dan hebben we die twee ook al. Ga slapen. Oh.
Dit is ook gewoon dit is bijna de eerste achievement die ik heb, de tweede volgens mij. Ja, mijn ook. Nee, ik heb gewoon een boot gebouwd. Oh nee, ik was in het water gegaan en krijg achievement van boot. Sure, prima, vind ik allemaal goed. En daarna kijk ik gewoon een achievement omdat ik bijna dood was gebrand door een zombie die in brand stond. Nee. Ik ga gewoon ook nog een achterdeur maken. Boeien. Oké. Toch? Dat kunnen. En misschien als hier later deze, als er iets gebeurt met onze nieuwe beest, dat we hier nog achter kunnen komen. Ja. Gewoon een brandende zombie. Kan ook, ja. Pressure plates. 1, 2, 3 heb ik nodig. Hier één om naar buiten te gaan en deze twee. Ja, oké. Okay. En jij gaat deze video toch ook nog editen? Oh ja, hoezo? En gewoon. Oké. Okay. Natuurlijk, ik doe al mijn video's editen. En jammer genoeg merk je daar ook in de video's wat van. Jee, ik word gesupport. Wauw. Waarom zit ik überhaupt? Oh, ik zit gewoon hout te hakken voor geen enkele reden. Kut. Kan net niet genoeg kisten maken. Shit. Oef. Hier en hier. Oef, hoe doe ik dat? Oh nee. Help me kijken, als ik weet niet hoe dat moet. Nee. Zo. Ja, zo. Goed zo, Dinant. Trouwens, corrigeer me niet op wat ik schrijf. Dinant. Ja, dit is jouw zes, dit is de mijne. Dexus, Dinant. Ja. Doe mijn spullen even erin. Ik heb alleen maar drop. En ja. Zorg jij voor het mining? Dan zal ik wel zorgen voor ons eten, oké? Ik zorg voor de mining, jij zorgt voor de... Ja. Yep. Oké. Trouwens jongens, ik heb een hulpmiddel. Wat ik heel weinig ga gebruiken en dat is een minimap. Ik ga hem weinig gebruiken, behalve als ik gewoon echt niet meer de weg terug naar huis vind. En ja, want... Ja, dan ga ik gewoon die minimap gebruiken. Eigenlijk is het gewoon een mod. Wat heel erg handig is. Iedereen ziet het als cheater, maar is het niet. Ik trouwens, waar ben je? Eten aan het halen. Oh, laat ze maar. Kip. Kom hier, kip. 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 Schiet je in je kop. Ik heb kool gevonden. Ik heb kip gevonden en ik heb kool gevonden. Wat leuk. Nee, deze moet ik kakken. Nou, jij hebt ook even een monster doodgemaakt. Ja. Ja, leuk. Ah, nog skeleton. Ren, ik ben zo beloofd. En ik heb weer kool erbij. Oeh, eigenlijk wel een mooie cave. Ga een klein beetje kool pakken. Klein beetje. Waarom lig ik zo? Wie zit naast me? Oh.
Wie zit naast me nou? Niemand. Kom. Zou ik eigenlijk dat ik zo met mijn nek ga doen, want ik zie gewoon bijna helemaal niks in die donker en dan moet ik ook nog eens met zo'n hele hoge monitor, moet ik ook nog eens proberen Minecraft daarop te spelen. Ja. Maar ja, kijkers, dit is dus, ja, hier dit wordt waarschijnlijk dus dagelijks van geüpload, alle kijkers. Ja. En ik upload dagelijks op 10 uur. Ja. Behalve op een week, maar daar krijg je wel een video op mijn kanaal. Ik heb al 18 kool. Oké. Kijkers, vat dat niet persoonlijk op. Hoi. Oh ja, ik denk dat we ook wel een dak nodig gaan hebben. Ja, alleen ik heb eten voor ons. Of ja, kool nog erbij. Ja, ik had ook al heel veel eten. Oké, goed. Eigenlijk, hier. Oh, lekker kip. Wacht, ik pak het. Ja. Kip. Lekker, nice kippetje. Ah, je zit het te verdelen. Hey. Doe die kip daar voor jou pakken, of weet je die niet? Boven staan. Nee, nou, we hebben al een beginnetje van onze survival gemaakt, hè? Ja. Nou. Zullen we dan hier de video afsluiten? Ik denk het. Hoe lang duurt het al? 17 minuten. Ah, dat is ja. 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 Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Smash op die blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laat een reactie achter. En dan zie ik jullie weer bij de volgende Zomer Survival. Doei!